om weer in Maastricht te zijn. Wat ik zo prettig vind aan deze stad is dat het omgekeerde is van Joret de Mar. In Joret ben je in het buitenland, maar lijkt het alsof je in Nederland bent. In Maastricht ben je in Nederland, maar je waant je in het buitenland. Maastricht voelt internationaal, cosmopolitisch bijna. De stad had onlangs zelfs de primeur van een heuse drielandentrein. Aken, Maastricht, Luik. Klein minpuntje, de drielandentrein reed door twee landen. De Belgen deden op het laatste moment toch niet mee, want de treinstellen voldoen niet aan de nieuwste Europese veiligheidsnorm. Alleen, die norm geldt pas vanaf 2025. Sterk staaltje vooruitkijken van een land waar het gemiddelde nieuwbouwhuis eruit ziet alsof het gebouwd is in de jaren 50. Overigens, ik denk dat we die Belgen toch nog kunnen paaien door de naam van het traject aan te passen. Niet Aken-Maastricht-Luik, maar in navolging van de Vlaamse wielerklassieker Luik-Maastricht-Aken-Luik. Maastricht loopt voorop in internationalisering. Terwijl op andere Nederlandse universiteiten de internationalisering pas net is begonnen, lopen aan de Universiteit van Maastricht al sinds jaar en dag internationale studenten rond. En ook in de stad, of je nou bestelt in het Nederlands, Duits of Frans, iedereen krijgt gewoon zijn zakje wiet. En Fransen met een beetje geluk zelfs 8 zakjes. Wiet, wiet, snap je? Nou ja, goed. Maar waar Maastricht deze prettig Babeliaanse kwaliteit verwelkomt, begint de rest van Nederland zich steeds meer te ergeren aan bijvoorbeeld het toenemende Engels. Snap ik ook wel. Ik werd laatst in een Amsterdamse vestiging van kledingreus Zara door de kassamedewerkster aangesproken in het Engels. En dus praatte ik maar Engels terug, waarna we er na afloop achterkwamen dat we allebei Nederlands waren. Ook irritant spuuglelijke anglicismen als massieve demonstraties. Of dat laag in calorieën of laag in suiker of wat die kutmarketeers tegenwoordig op hun verpakkingen zetten als ze laag in grammatica zitten. Of het woord oppoppen. We zien dit fenomeen steeds meer oppoppen. Het wordt zelfs gezegd door een nationaal icoon als Lara Rensen van het Radio 1 journaal. Ik zeg oppoppen, de kop indrukken. Oké, fair enough. Misschien frame ik deze trend wel als veel te awkward en moet ik gewoon denken, YOLO. Sowieso, aan zich zijn buitenlandse leenwoorden hier in Westen niets noois. En ook geen blitzkrieg tegen onze Nederlandse leidcultuur. Au fond is de entree van leenwoorden niet nieuw. Ze geven al jaren acte de présence en zijn zeer populair. Dat Nederlands alleen uit Nederlands bestond, dat is waar eenmaal. Het is echt niet zo dat een hele taal ineens para gaat als we met onze matties een paar nieuwe woorden kweken. Als je een beetje stevig in je patta staat, is alles chill. Het maakt een taal inter. Als het gaat om ontspannen omgaan met internationalisering, heeft Maastricht een voorbeeldrol. Hier zijn ze tenminste net zo hard gericht op Europa als op Nederland. En dat is natuurlijk wel de toekomst. Sinds Brexit denkt niemand meer aan Nexit. Maar toen dacht ik ineens, ja, wacht even, lekker dan. Zit ik hier met mijn Nederlandse cabarettenketet en met mijn Nederlandstalige columns. En ik realiseerde me, nee, ik moet niet meer in de weerstand. Ik moet zijn als Maastricht. Ik moet de internationalisering omarmen. Nederland heeft 17 miljoen inwoners. Europa 741 miljoen. Wat een markt. Ik heb me veel te lang laten beperken. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar ook voor Radio 1 Vandaag. Nederland is te klein voor ons. Kom Suzanne, we pakken de tweelandentrein en we gaan Europa in. Radio 1 Vandaag wordt Radio 1 Today. Radio Unification aujourd'hui. Radio 1 heute. Zie wat er aan de horizon ligt. So, from today on, tout de mon colon, mijn cabaret, sera totalement international. Joska Wiesa at Hollands Radio, S. Hollesch, Oskus Kapeloop, ik cabaret. Heel Nederland kunnen we erover. Zo is het, Jasper. Ik zeg Oliva. Dali Dali. Van allemaal. Erik Geurts is hier aan tafel van de Partij van de Arbeid. Karin Strauss van de VVD, Rens Ramakers, D66. Voor het nieuws hadden we het over de bevolkingskrimp. Vraag is of dat iets te maken kan hebben met te weinig...